komt daar naar je toe. Dat is Harry, dat is Harry, dat is Harry met zijn knuffelkoe. Bring me a dream, making the cutest. Een beetje onhandig ben je. Nou. Ja, doe ik het niet goed? Ja, ik probeer al zo voorzichtig mogelijk, want het is al... Wat laat je, Harry? Ja? Ja, het staat je goed. Staat het me goed, denk ik? Staat je goed? Ja? Ja. Dat is mooi bij je jas. Je was blij, hè, met het doelpunt, hè? Gisteren? Ja. Ja, zag je het? Jongen, jongen. Betekent dat nou weer dat je bij Ajax gaat blijven of zo? Want dat schoot ineens door mijn hoofd. Ik denk, god. Die John die maakt een goal en ja, misschien blijft hij nou wel weer. Ja. Nou, misschien blijf ik inderdaad. Ja, ik weet het nog niet. Ik ben er nog steeds niet uit. Ik kijk er dwars doorheen gewoon. Jij kijkt er doorheen? Ik kijk er dwars doorheen. Ja. Ik zie een man juichen en ik weet, die blijft. Nou, hey. We zullen kijken of je gelijk krijgt. Ja, natuurlijk. Nee, je blijft ook. Nou, die kans is groot, ja. 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 Zeg ik eerlijk. Lig er nou eventjes rustig neer. Zo. Deze mag we gaan eens even lekker slapen. Nou, top. Dingetje aan. En dan wegwezen die kamer, want anders dan gaat hij nooit slapen, hè? Nou, vertel mij dan even een voor- en een nadeel van het blijven. Nou, een van de voordelen is dat ik gewoon nog steeds heel goed naar mijn zin heb bij de club. Nou. Wat nog meer voordeel is gewoon dat, ja, dat het misschien toch wel een kans is dat er wat jongens weggaan bij Ajax. Maar dat de kans misschien voor mij weer wat groter wordt dat ik kan spelen toegekomen. Ja. Nou. Nadelen. Ja. Nou, het grootste nadeel is natuurlijk dat ik nu heel weinig speel. Ja, maar dat maakt niet uit, man. Nee, dat is gelul. Yo, je waarom? Wilt spelen. Waarom? Nee, ik wil spelen. Daar gaat het om. Dat luister is nou, in het basketbal is het heel normaal. Ja, maar ik praat over mijn gedachtegang. Ja. Die jongens die in het basketbal op die bank zitten, die kunnen toch ook niet tevreden zijn? Die willen toch ook spelen, of niet? Een sportman. Nee, nou, die komen gewoon in op het moment dat het moeilijk wordt en die maken gewoon even een belangrijk... Ja, 6 punten heb je verdiend. Ja. Voor Ajax. Ja. Nou, ja, dan ben je dus een belangrijke bank, maar... Ja, dat ben ik ook. Dat jij moet helemaal ook. Niet in die basis willen, man. Nee. Nee. Je moet niet in de basis willen, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee. Dus ik moet, wat ik nu ben, dan moet ik gewoon zo lekker blijven. Dat is helemaal goed. Ja. Is goed. Sluis. Jij moet tevreden zijn met de rol die je nu hebt. Als jij daar belangrijk bent op die bank en je maakt zoveel punten voor Ajax, is er niks aan de hand. In andere sporten is dat heel normaal. Ja, nou heb jij ineens de hele vreemde drift om in de basis te willen. Ja, dat is toch... Dat is nou dan wel vreemde drift. Ja, dat en, is en, toch en, gewoon... en zeg je tegen mij, dat is gelul. Ik vind dat als voetballer, als sportman, vind ik dat een gezonde ambitie die je moet hebben. Als ik me erbij neerleg dat ik van nou, ik blijf bij Ajax, maar ik blijf toch alleen maar die 12, 13e man. Ja. Dat schiet niet op. Bij de beste club ter wereld.